Woensdag tekende Joost de Vries, franchise van de winkel Waar, een samenwerkingsovereenkomst met zorgorganisatie CISA. Daarmee wordt de samenwerking verlengd. Cliënten van CISA kunnen namelijk in de winkel een leerwerktraject volgen. RTV Arnhem was erbij. Wat is Waar? Nou, Waar is een duurzame cadeau, een winkel, of eigenlijk inmiddels een keten. We zitten op 23 plekken in het land. Volgens mij waar wij goed in zijn is producten met een echt verhaal en met een duurzaam karakter vinden en dus ook uiteindelijk verkopen. Mijn inziens slaat het aan, want mensen komen graag binnen. En het leuke hier is dat we dat in samenwerking met CISA doen. CISA is een zorgpartij die in Arnhem zit en meerdere leerwerktrajecten in de buurt aanbiedt. Dat doen ze dus ook hier bij ons, waar wij heel blij mee zijn. En dat wilde ik heel graag voortzetten, dus dat is gelukt. Wat vindt u persoonlijk leuk hieraan? Persoonlijk? Ja, ik hou ontzettend van ondernemen. Ik hou van mensen. Ik vind dat los van het ondernemen en ambitie die je hebt, dat je ook zorg draagt voor de mensen, door de wereld. Ik vind het duurzame karakter wat hier in de haarvaten van het bedrijf zit belangrijk. En dat spreekt mijzelf ook heel erg aan. Dat allemaal samen maakt dat ik hier graag start. Wat is de betrokkenheid van CISA bij Waar? CISA is een organisatie die mensen met een beperking helpt bij het leven van hun leven. En wat wij willen is mensen met een beperking helpen aan zo normaal mogelijke leerplek om te leren en te werken. En daarvoor zijn we altijd op zoek naar ondernemers die ons daarbij willen helpen, die dat samen met ons willen doen. En eigenlijk vernieuwen de manieren van samenwerken. En we hebben volgens mij met deze combinatie van de Waar-formule, dat is een duurzame cadeauketen met een sociaal hart, met Joost de Vries die een ondernemer is met een groot sociaal hart, een hele mooie samenwerking gevonden om mensen met een beperking een mooie plek te geven om te leren en te werken in de horeca- en winkelbranche.